What a beauty! Wat een fantastische goal! Het is gebeurd! Oh, het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Ongelooflijk! Prachtige aanval, prachtige voorzet. En de handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk, Gert. Welkom bij de Champions Club, beste voetballiefhebbers. Vandaag perfect geschraagd tussen de heen- en de terugwedstrijden van de kwartfinales in de Champions League. Die terugmatchen die komen er overmorgen en morgen aan uiteraard bij Pix Plus Sports. Jammer genoeg is het vandaag voor één keer zonder Nicola de Brabander. U zult het met mij moeten doen. Maar gelukkig zijn er zoals altijd twee gasten. En vandaag zijn dat aan de ene kant habitué Wesley Sonck. Dag Wesley. Dag Nico. En de chef voetbal van het Nieuwsblad, Ludo van der Wallen. Welkom Ludo hier in deze studio. Misschien voor de hand liggende vraag. Hoe goed volg jij het buitenlandse voetbal en meer bepaald de Champions League? Ja, natuurlijk omwille van het niveau volg ik wel de Champions League. Ik kijk er ook heel graag naar. Maar mijn core business is natuurlijk de Belgische competitie. Hè. Maar uit liefhebberij, en ik schrijf er uiteraard ook artikels over, volg ik ook wel intensief de Champions League. Zeker in deze fase. De groepsfase, daar durf ik al wel eens een wedstrijd over slaan. Maar in deze fase toch niet meer. Omwille van het niveau, zeg je. Ja, inderdaad. Er zit daar het beste van het beste. En het is een andere sport misschien soms, als je het in deze fase bekijkt. Ik moet eerlijk zijn, ik was gisteren naar Manchester City, Liverpool aan het kijken. En ik heb me die bedenking enkele keren gemaakt. Ik denk, ja goed, die mannen, die geven geen slechte passen over 5 meter. Hè. Die zijn allemaal juist. En dat is in de Belgische competitie wel eens anders. Spijtig genoeg. Ja, als je voetbal moet je overal een mening over hebben. Dus moet je eigenlijk alles gezien hebben als het echt belangrijk wordt, neem ik aan. Inderdaad. Ja. Inderdaad. Mag een chef voetbal ook een favoriete club hebben in het buitenland? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat iedereen een favoriete club heeft. Zelfs een favoriete club in eigen land. Waarom niet? Als dat maar niet tot uiting komt in uw artikels en als je dat maar kan uitschakelen. Zeker wat de Belgische clubs betreft. In het buitenland durf je wel eens de supporterskant op te gaan. Dat mag wel, denk ik. Ja, en welke club draagt jouw voorkeur weg? Het is een beetje clichématig, maar het is FC Barcelona. Omwille van de manier waarop dat ze spelen. En ook die uitlopers ervan. Hè. Vandaar dat ik nu eigenlijk heimelijk, nu niet meer zo heimelijk, wil dat Manchester City de Champions League wint. Omdat dat toch het voetbal is dat ik het liefste zie. En Guardiola enzovoort. En al die connecties dat er dan zijn met Barcelona. Hoop ik dat Manchester City de Champions League eindelijk eens wint. Je hoopt het. Denk je ook dat het dit jaar wel lukt? Ja, het mislukt altijd zoveel met Guardiola de laatste jaren. Dus ik plaats mezelf zo'n beetje op Manchester City in de underdog-positie. Zo van, ja, Bayern is toch goed. Liverpool is ook wel heel, heel sterk. Dus, en als het erop aankomt, dan mislukt het meestal bij Manchester City. Dus ik hoop dat ze dit jaar kunnen doorbreken. Maar ik vrees er een beetje voor, alweer. Ja. Wesley, jij vliegt tegenwoordig van de ene container naar de andere studio. Mijn vraag is, wat is nu het moeilijkst? Is dat voor wedstrijden spijkers met koppen proberen te slaan of achteraf de juiste analyses maken? In Champions League is dat gemakkelijker. Omdat je... Dus welk van de twee gemakkelijker? Voor een wedstrijd al dingen meegeven. Pas op, als je zit er ook wel eens naast, hè, want er zijn altijd verrassingen. Maar laat ons eerlijk wezen, ik denk dat wij als Proximus-analisten en commentators onze favoriete of ploeg of de winnaar mochten proberen aanduiden vooraf al. Wie had jij ook weer? Manchester City. Oké. Okay. Ik denk dat elke analist zijn ploeg nog in de Champions League zit. Dus dat zegt al genoeg. Hè. Ja. Hoe gemakkelijk dat is om dingen te voorspellen in de Champions League. Net omdat, wat Ludo zei, het niveau van bepaalde ploegen is zo hoog. Ja, dat je bijna kan voorspellen wat er gaat gebeuren. En Wesley, vind je het ook niet makkelijker om een wedstrijd in de Champions League achteraf te analyseren dan een wedstrijd in de Belgische competitie? Ja, omdat daar de manier van spelen, zeg maar, of de concepten, de manier waarop dat ze wedstrijden aanpakken, is veel duidelijker. Ja, dat vind ik ook. Bij City, bij Liverpool, bij Barcelona, bij Madrid. Die spelen op hun kwaliteit. Hè. Real gaat geen hoog druk zetten, want ze kunnen het niet. Dan doen ze het ook niet. City, die doet dat wel. Die spelen op hun manier. En ook al hetzelfde. En dat is de duidelijkheid die ploegen wel hebben. Ja.
Oké, goed. Laten we eens kijken naar het programma voor deze week. Die terugwedstrijden van de kwartfinales in de Champions League. Real Madrid mag thuis tegen Chelsea na een 1-3 zege op Stamford Bridge. Bayern München moet een 1-0 achterstand ophalen thuis tegen Villarreal. En dezelfde situatie eigenlijk op woensdag. Atletico thuis tegen Man City. 1-0 verlies in het Etihad. En Liverpool ging met 1-3 winnen in Lissabon. Mag die thuis op Anfield verdedigen. Twee uitzegens in de heenwedstrijd, telkens 1-3 en twee thuis. Thuiszegens met het kleinste verschil. Voilà, we gaan één voor één die wedstrijden overlopen. En we doen dat aan de hand van een paar vaste rubrieken. Laten we beginnen met de affiche van de week. Affiche van de week. En dat is deze week Bayern tegen Villarreal. Weinig hadden verwacht dat het nog zo spannend zou worden voor de terugmatch. Maar vorige week in La Ceramica werd het 1-0 met, of mede dankzij, de dit seizoen onvermijdelijke Arnaud Danjuma. Gerard Moreno, Freud, dit is Lo Celso liever. Die steekt hem goed door het opbijen. Ja, het was Parejo. En dan is het Danjuma die hem van in een onside positie voorbij Neuer krijgt. Ja, we kunnen al een beetje terugblikken op vorige week en vooruitblikken op wat nog komen gaat. Opvallend was, mannen, het is de eerste nederlaag in Europa dit seizoen van Bayern München. En er komt een einde aan een reeks van 22 uitwedstrijden zonder uitnederlaag in de Champions League. Een reeks die begon in september 2017. Ook voor het eerst in 31 Champions League wedstrijden niet gescoord. Is dat nu de verdienste van Villarreal geweest? Of scheelt er wat bij Bayern? Voor mij beide. Villarreal is een hele goede voetballende ploeg. Heeft twee keer in de groepsfase verloren tegen United. Twee keer in de laatste seconde van de wedstrijd. Twee keer door Ronaldo, als ik me niet vergis. Klopt. Bayern is een machine. Maar de machine is tegenwoordig draait de motor niet meer zo goed, Nico. En dat heeft veel te maken met het feit dat er veel jongens gewoon uit vorm zijn, denk ik. Maar ook doordat het verdedigend, en dat heb ik al vaker gezegd bij Bayern nu de laatste tijd, het helemaal niet goed zit. Dan met drie achteraan, dan met vier. Backs die centraal moeten achterin spelen. A la Pavard bijvoorbeeld. Süle, die gaat naar Dortmund, maar die mocht nog spelen. Upamecano zat op de bank. Ja, dat zijn zo van die zaken waar je toch als outsider, of iemand die je toch van buitenaf bekijkt, ja, vragen besteld. Ja, goed, verdedigend zal het niet helemaal in de haak zijn bij Bayern. Maar aanvallend vind ik het eigenlijk toch ook wel ook heel, de laatste heel pover. Tijd, ja. Want Bayern, normaal gezien, in die uitwedstrijden, scoren ze altijd. Hè. Al die wedstrijden hebben ze altijd gescoord. En nu slagen ze daar zelfs niet meer in tegen Villarreal. En nauwelijks een kans gecreëerd. Ja, geen enkele bal tussen de palen in de eerste helft. Nou, wel, ja, dat maakt het toch wel heel, heel erg voor Bayern. En ik ben het eens mee bezig als hij zegt van heel veel spelers uit vorm. Ik denk dat dat inderdaad de reden is. Dit weekend heeft bijvoorbeeld Nagelsmann zijn ploeg op vier plaatsen gewijzigd in vergelijking met Villarreal. Dus er is wel iets aan de hand. Maar echt beterschap was er niet. Hè? Want 1-0 in de derby tegen Augsburg. Een penalty in de laatste 10 minuten. Verder heel weinig uitgespeelde kansen. Ook. Ja, inderdaad. Het draait niet. Maar ja, het is Bayern München. Hè? Dus als je me zou vragen wie gaat door, zeg ik toch altijd wel Bayern. Ja. Mag ik jullie iets voorleggen? We weten dat Nagelsmann niet houdt van automatisme. Traint hem er ook niet op bij zijn clubs. Dat zal hij bij Bayern niet doen, net zoals hij dat ook bij Leipzig niet deed. Maar ja, als je een aantal mensen hebt die niet in vorm zitten, ja, dan heb je misschien geen houvast meer als ploeg. Dingen om op terug te vallen. Ja, kan dat meespelen? Ja, ik heb altijd van elke coach die ik gehad heb, als het moeilijker gaat of als het minder goed gaat, ja, hou je dan vast aan de looplijnen die we hebben. Hè. Als je Guardiola bezig hoort, dan gaat het altijd over looplijnen en posities die je moet bezetten in balbezit en balverlies. En dan krijg je een bepaalde vrijheid. Wel goed, als een trainer dan zegt dat hij niet houdt van dat soort zaken, ja, dan is dat misschien vernieuwend. Maar ik blijf dat iets heel vreemd vinden. Waarom? Als je een wedstrijd ziet, Nico, als je een bal op de zijkant hebt, ja, daar kom je 100.000 keer bij wijze van spreken op een jaar. Ja, dan moet je toch bepaalde looplijnen hebben dat je, dat als het minder goed gaat, dat je medemaats nog altijd weten hoe en wat je moet doen in bepaalde fases op het veld. Het viel ook op dat Lewandowski niet bediend werd in die wedstrijd op Villarreal. Gnabry, Coman, ja, ook niet echt geweldig in vorm. Coman op rechts,
Dat is misschien ook al wel vreemd. Ja, Coman speelt normaal gezien altijd op links en dat is zijn favoriete kant. Ja, het is dikwijls speel de bal en dan 1-1 vanaf de zijkant. Maar als je dan de boel goed gesloten houdt en dubbele dekking geeft bij momenten, dan hebben die gasten dat ook moeilijk. We hebben gezien tegen Villarreal. Ja, op zich, ik vind de theorie van Nagelsmann niet zo slecht hoor. Hij probeert altijd de creativiteit van de spelers naar boven te laten komen. En als je dan die kern van Bayern ziet, dan zou dat toch moeten kunnen dat die spelers, die creatieve spelers, want ze hebben er wel heel veel, dat die het verschil kunnen maken. En daarom is het een beetje vreemd en zijn er misschien dingen dat wij niet weten wat daar gebeurt. Een beetje onvrede met de trainer, de manier van trainen zou kunnen, hè Wesley. Maar ik vind het toch vreemd dat iedereen zo uit vorm is. Misschien is er wel meer aan de hand, hè? Dat er ergens wrijvingen zijn of zo. Ik weet het niet, want Nagelsmann, zoals gezegd, is wel een heel speciale trainer. Hè? Ja, ik kan alleen maar zeggen dat hij bij Leipzig dat ook deed. Ook die vernieuwingen, ledwallen op de trainingsveld. Oké, dat is nu al bij de grote clubs wel aanwezig. Maar inderdaad, nooit diezelfde trainingen doen. Altijd vernieuwend, altijd nieuwe dingen. Wat leuk kan zijn. Maar Leipzig is anders dan Bayern natuurlijk. Ja, Leipzig, dat zijn jonge gasten die het nog moeten maken. Ja. Die willen het... Dat is altijd makkelijker om daar training te hebben. Als je Thomas Müller, die al zoveel heeft meegemaakt. Ja. Sané is ook niet de makkelijkste jongen. Dus misschien zit er daar wel iets. Maar goed, dat is speculatie. Kan het zijn dat we een scenario krijgen zoals in de vorige ronde? Toen speelde Bayern ook een non-match tegen Salzburg. 1-1 in Oostenrijk en dan 7-1... in de Allianz Arena in de terugwedstrijd. Zien jullie dat gebeuren tegen Villarreal? Nee, 7-1 gaat niet worden. Daarvoor denk ik dat Villarreal te sterk is. En te compact verdedigd. Ja, niet alleen aan de bal, maar ook zonder bal. Veel beter verdedigend. Want, laat ons eerlijk wezen, Salzburg kon ook 3-4 goals gemaakt hebben, hè, tegen Bayern München in München. Want verdedigend laten ze zoveel ruimte. We hebben al gezien dat Villarreal hier tegen... tegen Bayern nog 2 heel grote kansen miste. Dus mij ga je niet horen vertellen dat het zo makkelijk gaat zijn en dat Villarreal geen kansen gaat krijgen tegen Bayern. Dat geloof ik niet. De fout van Villarreal uit die wedstrijd is misschien dat ze de kansen op 2-3-0 hebben laten liggen, want er zijn er nog een paar hele grote geweest. Hè? Dat is inderdaad zo, maar dat gold toen ook voor Salzburg. Hè? Salzburg had toen ook nog wel enkele kansen waardoor ze de score hadden kunnen uitdiepen in die heenwedstrijd, hè? Die 1-1. Maar ik denk dat de aanvallers van Bayern München het zelf moeten doen. Het aanvalscompartiment, want ik ben ervan overtuigd dat ze een doelpunt gaan tegenkrijgen. Daar twijfel ik niet aan. Goed. Unai Emery, dat weten we ook van zijn tijd bij Sevilla. Toen hij 3 Europa Leagues won, kan zijn ploeg echt heel compact laten verdedigen en aanvallen. Het lijkt alsof hij de specialist bij uitstek is voor om zo'n ploeg in een knock-out fase van een toernooi geweldig te krijgen. Kijk naar de wedstrijd op Juventus. Ja. Daar deden ze het uitstekend. Mm-hmm. En dan in het laatste kwartier maken ze heel het verschil. Dus dat kan wel. Het is ook geen toeval, Nico, dat hij met die ploeg, al zijn ploegen... Doet hem het goed, hij heeft al veel 4 keer Europa League gewonnen. Ja. Dat is geen toeval. Hè. Verdedigen is belangrijk. Als je goed verdedigt, dan kan je toernooien winnen. Hè. En dan kan je aanvallers inderdaad maken het verschil. Daar ga ik straks nog eens op terugkomen als we toch wat risico hebben. Bestie. Is het waar, ja. Maar bij die ploeg niet. Okay. Want het is opvallend, je zei het al, ze hebben verloren tegen Man United. Op Old Trafford onder andere, dat was hun enige uitnederlaag tot nog toe dit seizoen. En dan heb ik het even nagekeken. Vorig jaar toen ze de Europa League wonnen, geen enkele nederlaag. Dus ook niet buitenshuis in 7 uitmatchen. Dat is toch uitzonderlijk. Dan kan je ploeg goed zetten. Hè. Dat is wat ik bedoel met verdedigen. Hè. Als je van daaruit gaat en je weet dat je kwaliteit hebt aan de bal, wat die ploegen, Spaanse ploegen, meestal hebben, is dat je toch hier en daar kansen gaat creëren en dat je toch je kansen gaat krijgen. Maar als die machine van Bayern München aanslaat, dan mag je nog Villarreal zijn. Ja. Niet vergeten, 7e in de Spaanse competitie. Dan denk ik dat je er toch niet kunt aan weerstaan. Hoor. Maar de als in hoofdletters, dat is de grote vraag. Hè. Maar mensen zijn dikwijls, zijn ze in vorm of uit vorm, maar dat kan na 1 minuut kan het al bingo zijn. En dan kan alles kan omslaan in 1 minuut. Ja. Eigen aan een topclub, als het echt met de rug tegen de muur is, dan doen ze het. Zien jullie Bayern het doen? Ik zie Bayern het zeker doen, ja. Oké. Okay.
Het zal voor mij de verrassing van de speeldag zijn, moest Villarreal doorgaan. Goed, ze hebben één keer halve finale gespeeld, tot nog toe in de geschiedenis Villarreal. Dat was in 2006, toen gingen ze eruit tegen Arsenal, dat dan op zijn beurt de finale verloor van Barcelona. Goed, deze wedstrijd die leggen we even neer. Graag over naar de volgende rubriek, en dat is gekadreerd. Gekadreerd. Meestal focussen we liever op één figuur die nogal opvallend is geweest de voorbije dagen of weken. En over deze man is al heel veel gezegd en geschreven dit seizoen, maar eigenlijk kunnen we niet om hem heen. Hij is 34, maar op die leeftijd beter en beslissender dan ooit. Dat was hij ook op Stamford Bridge. En we hebben het natuurlijk over Karim Benzema. Kijk, Benzema gaat zelf positie kiezen. Vinicius. Daar is Benzema! Ho, 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 ho! Oh, la, 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 la! Wat een doelpunt van Real en van Karim Benzema! Valverde. Overlap van Carvajal gaat naar Modric. En Benzema opnieuw! En weer doelpunt! Weer doelpunt! Karim Benzema! Enfin. Oh, Mendy doet het opnieuw! En Benzema gaat het afmaken! Oh, wat een flater van Mendy! 1-3, wat een gigantische weggever. Sinds vorige week en die drie goals op Stamford Bridge werd hij de oudste speler ooit in de Champions League die een hat-trick maakt. Twee hat-tricks bovendien in nog geen 75 minuten tijd, verspreid over twee opeenvolgende wedstrijden. Er was nog maar één speler die dat ooit had voorgedaan in de knock-outfase. Twee keer drie goals in twee opeenvolgende knock-outmatchen. Wie? Messi, Ronaldo, Messi zeker. Het zal Ronaldo zijn. Inderdaad, zijn ex-ploegmaat Cristiano Ronaldo. Ja, en het grappige is, bijna was Karim Benzema Stamford Bridge niet binnengeraakt, want hij was blijkbaar zijn pasje kwijtgespeeld. Een of andere oplettende bewaker had dat opgemerkt, van kijk, je hebt je accreditatie niet bij. En dan heeft een verzorger dat toch nog ergens teruggevonden, anders had hij gewoon niet mogen spelen. Maar dat gaat hem niet wijsmaken dat Karim Benzema zonder accreditatie Stamford Bridge niet binnen mag. Dat zijn allemaal... Ja, als er nu zo'n bewaker is die man niet kent... Dat zijn allemaal verhaaltjes. Niet kennen, ja, kom, alstublieft. Het zou wel een sterk verhaal zijn. Dat zou sterk zijn. En hem echt nog tegenhouden ook nog. Zo van, nee, jij mocht niet binnen. Ik bedoel, daar wordt er altijd iets op gevonden. Hè. Ja. Dan steken ze wel in de wasmand. Oké. Okay. Hoe krijg je hem dan op het veld, zonder dat hij opvalt? Als hij daar gepasseerd is, dan lukt dat wel. Oké, okay, goed. Ludo, je hebt vorige week ook enkele kolommen aan hem gewijd. Ja, is hij eindelijk een fenomeen geworden? Ja, ik vind het eigenlijk onwaarschijnlijk. Ik moet eerlijk zijn, Benzema speelt al 12 jaar bij Real Madrid. En die eerste 10 jaar in de schaduw van Ronaldo, dacht ik, ja goed, vriendje van Zinedine Zidane. Hè, beide van Algerijnse afkomst uit het zuiden van Frankrijk. Uiteraard een uitstekende speler, maar hij was mij eigenlijk nooit opgevallen of niet de speler dat jij ooit zou willen geweest zijn, bijvoorbeeld. Maar dat wat hij nu de laatste tijd aan het doen is, vind ik echt fenomenaal op alle vlakken. Qua leiderschap, qua ja, doelpunten maken uiteraard, maar ook de rol dat hij speelt in het elftal, voetballend. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja, het was een vierde hat-trick in de Champions League, alleen de usual suspects, Ronaldo... Messi, Lewandowski deden dat voor. En hij zit dan 82 goals. Diezelfde drie spelers, dat zijn de enigen die het ook beter doen dan hij. En op basis van de statistieken is het zijn beste seizoen ooit in de Champions League. Of ooit bij Real zelfs. 37 goals, 13 assists in 36 wedstrijden. Dat is fenomenaal. Kan je zeggen dat hij inderdaad van water dragen voor Ronaldo eindelijk zelf een sterkhouder is... geworden. Maar echt waterdrager was hij ook niet. Hè. Dat is wat onrespectvol. Hij potter er ook 20 per jaar in. Hè. Maar natuurlijk is omdat Ronaldo... Als een gemiddelde is wel serieus omhoog gegaan sinds Ronaldo weg is. Ja, dat is ook ergens logisch, omdat hij nu de aanval moet dragen. Hè. Vorige jaren, of voordat als Ronaldo bij Real speelde, hij heeft zich daar omgeschoold tot echte spits. En Ronaldo die maakte er gemakkelijk 30, 35 per jaar. En nu moet Benzema dat doen en hij doet het ook. En dat vind ik ook zo straf op die leeftijd dat je dat kunt. En dat je inderdaad vanuit de schaduw treedt van zo iemand. En dat je in principe gewoon hetzelfde aan het doen bent. En
echt chapeau voor wat hij de laatste jaren aan het doen is. Ook, dat hij ook al die jaren in de schaduw van Ronaldo en dat hij zich daar heeft mee verzoend, wetende van ja, eigenlijk kan ik wel meer. Eigenlijk kan ik wel meer betekenen voor mezelf, qua ego. Van, want hij stond altijd, hij stond in de schaduw, het ging over Ronaldo, terwijl hij van zichzelf ook wel zal geweten hebben, ja, moest die Portugees hier niet lopen, dan zou ik wel wat meer kunnen laten zien. Misschien is dat dan toch zo'n slimme gast om te weten van ja, zo goed zal ik niet worden als Ronaldo, maar... Wel, daarover heeft hij wel gezegd, heeft toegegeven dat hij zichzelf heeft moeten heruitvinden toen Ronaldo vertrok. Ja, natuurlijk. Want hij was zo gewend om de man te zijn die vooral kansen creëerde, zich wegcijferde, gaten trok voor de anderen. Ja, en nu maakt hij ze ook af. Zei erover, ja, ik ben de nummer 9 geworden de laatste jaren die ik eigenlijk altijd wilde zijn. Zou hij daar spijt van hebben dat hij dat dan toen niet heeft gedaan? Ik denk dat niet. Misschien had hij niet zoveel gewonnen. Had hij misschien ook de Champions League niet zoveel gewonnen zonder Ronaldo. Kan ook zijn. Maar hè? Hij heeft misschien wel de gouden bal kunnen winnen. Ja, misschien wel. Maar wie weet, kan, dat zit er nog altijd in. Hè? Als hij dat kan verder, die lijn verder trekken. Dan heb ik nog een vraagje voor de specialist. Welke kopbalgoal vond hij eigenlijk de mooiste? De eerste of de tweede? De moeilijkste ook. Ja. Want minder snelheid op de bal? En dat blijft een moeilijke. Hè? Als je effectief dat veel doet, achterwaarts lopen en dan die bal tegenvoets koppen. De juiste snelheid met een boogje. Want je moet daar nog extra snelheid aan geven. Dat is ten eerste, daar kun je effectief gebruiken. Je loopt ook op de bal. Dus dan kun je al gebruik maken van de snelheid van de voorzet. Laat ons eerlijk wezen, dat was ook proper gekopt, hè, die in eerste. Want je gaat er niet te veel zo'n bal binnenkoppen. Maar dat heeft ook te maken met vertrouwen. Want een tweede moet je echt technisch heel goed kunnen koppen. En die knik dat je dan geeft, dat moet ook op de juiste moment zijn. Dus echt fantastische goals gemaakt, Benzema. Ja, hij zit in de La Liga, in de Spaanse competitie, aan 24 goals en 11 assists. En hij staat eigenlijk bovenaan allebei die nevenklassementen. Ja. Dat zegt eigenlijk alles. Hè? Want die eerste goal, ja, die zet hij mee op om dan ook nog eens af te maken. Wel, eigenlijk is hij overal. Dat is nu misschien een voordeel dat hij gehaald heeft uit het feit dat je zei van moet meer gaten trekken, moet misschien kansen creëren voor een ander. Hij laat zich op een bepaalde manier ook vergeten. Bij de eerste goal zie je dat Thiago Silva hem even laat uit de spits. Een meter of 3-4 vrijheid. Hij speelt Vinicius aan. En dan Thiago is gefocust op het verdedigende aspect in de 16. Waar moet ik zijn? Waar vraagt de trainer mij te verdedigen? Maar je vergeet wel dat de infiltrerende spits, de lopende spits, de gevaarlijkste is. En dat doet Benzema fantastisch de laatste wedstrijden. Ja, en toch ook even wijzen op die derde goal, waar hij dan een spurt trekt van de 30, 40 meter. Mm-hmm. Blijkbaar niet nodig, hè, want de doelman heeft de bal en zal nog wel rustig opzij. Maar hij loopt dan door, als een waanzinnige, vind ik eigenlijk. Ik zou dat ook doen. Als een keeper de bal is, zou ik ook doorlopen. Ja, als een speler de bal zou hebben, zou ik het niet doen. Allee, met alle respect, jij bent Wesley Song. Ja. Hij is Karim Benzema. Hè. Dat is, Lewandowski hij speelt bij Real Madrid, ik speelde vroeger Ronaldo in België. Dus... niet doen. Ja, maar waarom niet doen? Tuurlijk. Ik leg net uit waarom dat je het wel zou moeten doen. Hij loopt 20 keer en 19 keer heeft hij de bal niet. Ja, hè? Maar nu zal ik u een vraag stellen. Hij heeft twee van die goals gemaakt door te lopen. En wanneer loopt hij door? Als een keeper de bal heeft. Ja, op Donnarumma heeft hij het ook gedaan. Hè? Natuurlijk, en die discussie... Ja, hebben wij al heel vaak gevoerd onder voetballers. Als een keeper de bal heeft, die kan, met alle respect gezegd, hè, die kan niet zo voetballen als een verdediger of als een middenvelder. En zeker niet als creatieve mensen. Dus daar moet je gaan druk op zetten, want dat is de zwakke schakel aan de bal. Of je moet Ederson heten natuurlijk, dat is buiten beschouwing gelaten. Maar dan zou ik het ook doen. Dan zou ik ook durven toch doorlopen. Als die bal van achteruit vertrekt, dan staat die man op 30 meter, dan denk je toch, ja goed, ga ik dan nu achterlopen. Ja, maar dat is net het feit wat ik vertel. Ja, ik weet het. De keeper heeft misschien meer tijd nodig om die bal te controleren en die kunnen dan niet inschatten hoe snel dat voetballers lopen en de diep. Dat is echt, keepers maken heel vaak zulke fouten. Voor mij gaat het erom dat andere spitsen dat nooit zouden doen. En Benzema doet dat is wel. Misschien ook Benzema en waar hij vandaan komt. Hè. De man die vooral hard moest werken. Ja. Omdat andere en misschien is hij ook clever genoeg om te denken van, ik doe het niet. En ik doe het alleen maar als die bijvoorbeeld in balbezit komen. Dat kan ook, hè. Maar het is zijn verdienste, want hij doet het. Hij loopt door, hij zet druk op de keeper. Dus chapeau voor... Nu vond ik het ook wel van Rudiger weinig elegant gedaan. Ja, die had al geel, hè. Die had al geel ook, dus die moest opletten. Hè. Hetzelfde geld tikt hij er aan, krijgt hij rood, staat er 1-2 achter. Ja, en dan is het helemaal gedaan. Hè. Ja. Hij is 34. Kan hij nog beter worden? Naar het voorbeeld dan toch van Cristiano Ronaldo, die op zijn 37 nu? Nog altijd... Maar ik vind Ronaldo niet goed meer, hè, Nico. Okay.
Ik bedoel, ik heb afgelopen weekend... Zou je daar een voorbeeld aan genomen hebben? Nee, ik zou dat niet doen. Ik zou geen voorbeeld nemen aan Ronaldo. Ik zou Benzema blijven en zo blijven shotten. Ronaldo is een doelpuntenmachine geworden. Mm-hmm. Maar als je de evolutie ziet van Ronaldo, dat is nog altijd een geweldige atleet en die kan fantastisch afwerken. Maar voetballend nu, op dit moment, zoals je nu zegt, de kwaliteit, de vorm dat Benzema heeft, heb je veel meer aan een Benzema dan aan Ronaldo. Ik vraag het ook omdat blijkbaar hij op zijn 30 meerdere kliks heeft gemaakt. Niet alleen van ik moet het anders gaan aanpakken op het veld, maar ook buiten het veld. Voelde toen pas de noodzaak om echt te gaan leven als superprof. Weegt blijkbaar 7 kilogram minder nu dan een jaar of 4 geleden. Dat je dat aan sportmensen nog moet wijsmaken, dat je minder weegt. Nou goed, niet te weinig, ook als voetballer moet je wat body hebben, maar ga maar eens 2 kilo afvallen en hang eens 2 kilo een extra vestje aan de rug en ga maar eens lopen. Voor de ervaringsdeskundigen onder ons, die weten wel wat het is. Ja, maar Wesley, als jij op zijn 20e naar Real Madrid gegaan en je speelt daar bij Real Madrid en je draait daar mee. Die jongens denken van, ja, wat moet ik hier nog 2 kilo gaan afvallen? Speel ik hier toch gewoon mee? En je speelt dan in de schaduw van Ronaldo. Denk je niet dat dat ook meespeelt? Misschien die 3 die er dan plots voorkomt, die je toch doet beseffen van, ja, oké, het ja, dat beste, het dan... of ja, de tijd die ja, me rest is niet ik zo ik snap wat ik bedoel, op je 20 ga je er nog niet zo mee bezig zijn, maar doordat je de ervaring hebt en bij zo'n ploeg te spelen bijvoorbeeld, krijg je wel heel veel input van mensen die daar passeren. Dan zie je een Ronaldo daar elke dag werken en dan denk ik, ik ga het ook beginnen doen. En hoe meer dat je doet, hoe beter dat je wordt. En natuurlijk als je lichaam, dat is onze tool altijd geweest. Dus zorg daarvoor. En daar kan je alleen maar voordeel uithalen, denk ik. Goed, even over die wedstrijd. Dus nog een tegenstander, Chelsea. Ja. Tuchel was de afloop van die heenmatch eigenlijk wel vrij streng. Hè. Vond het alarmerend, want we hebben niks veranderd en toch is alles veranderd. Hè, met ook die nederlaag tegen Brentford er nog bij. En plots, sinds de interlandbreak, zijn we nergens, zei hij. En alles wat een wedstrijd vraagt, ontbreekt. Dan volgt een 0-6 overwinning bij Southampton. Is dat genoeg om plots alles te doen keren en vertrouwen genoeg op te doen om te zeggen, oké, we gaan in Bernabeu voor een stunt, sorry? Los van die 0-6, zelfs zonder die 0-6, had ik gezegd dat Chelsea nog niet uitgeschakeld is. Je hebt enerzijds Chelsea, dat toch nog altijd Chelsea is, de regerende kampioen van de Champions League. En aan de andere kant, Real Madrid, moet ook eerlijk zijn. Niemand had gedacht dat Real Madrid in Chelsea ging winnen. Het is Benzema dat daar het verschil heeft gemaakt. En Real Madrid blijft Real Madrid als er een tempo hoger wordt geschakeld, of 2 tempo's hoger, wat Chelsea absoluut kan, dan denk ik wel dat ze in de problemen kunnen komen. Ja. Slecht nieuws voor Lukaku is dat nu ook Werner vlot begint te scoren, 2 goals tegen Southampton. Ja, maar die, Mount maakte er 2, Havertz scoorde ook, dus alle 3 de offensievere spelers. Ik heb de wedstrijd gezien, Nico. Werner, die mist er... Maar ongelooflijk veel ook. Ja, ook een paar keer doelhout geraakt. Ja, maar het is een geestel, omdat hij zo snel ook is. Hè. Je moet daar maar eens tegen verdedigen. Hè. Als je 10 keer loopt, verlies je 8 keer het duel op snelheid. Dus die jongen heeft een kwaliteit natuurlijk. Ik denk, en daar ben ik het eens met Ludo over het feit dat ik heb direct in de studio gezegd 1-3. Maar het is niet gedaan, omdat ik ook denk, Chelsea heeft niet zijn ritme gehaald in die wedstrijd. En als je Modric... Vooral Modric en Kroos die tijd geeft aan de bal. Weekend. En vooral Modric, dan zoek je problemen. En ik denk als je daarvan in begin het tempo gaat ontwikkelen, dat die mensen het moeilijk krijgen. Want laat ons eerlijk zijn, dat is ook zo. Dat heeft de leeftijd ook veel met te maken. En dan gaan ze het nog moeilijk krijgen. Oké. Okay. Maar is het niet einde verhaal, omdat je nu over Lukaku begon, is het niet einde verhaal Lukaku bij Chelsea? Ik denk dat wel. Ik heb in de studio ook gezegd. Hoe kun je nu als club 100 plus 100 miljoen uitgeven en die jongen niet gebruiken op zijn kwaliteit? Ja, dat is onwaarschijnlijk. Dan is dat een miscasting. Dan moeten we eens een Champions Club apart voor doen voor Lukaku. Misschien op het einde van het seizoen. Ja. Als hij nog kansen heeft gekregen of niet. Om dan te bepalen wat er met Lukaku hoe moet. Hoe komt het dat bij Inter en bij Nationale Ploeg, die moet dat goal nog maar zien, hij zit er al in. Ja, alles in functie van hem, denk ik. Maar niet alles in functie, toch veel. Dat kan niet. Maar toch wel veel. Belangrijk maken en liefde geven. Ja, ja, dat voilà. Is het. Schouderklopje voilà. En Tuchel is een Duitse trainer en iedereen is gelijk. Maar Tuchel belt wel voor de transfer rond is naar Lukaku. Ik zou graag hebben dat je komt. Ja, dan denk ik, ja, Tuchel. En als je dan als trainer zegt, ja, maar ik ga je belangrijk maken, hè, dan geloof je dat van de trainer. Ja, uiteraard. Ja. Goed, we moeten naar de Belg of de Belgen van de week. Belg van de week.
En die vinden we in de derde affiche die we even gaan bespreken. Natuurlijk Atletico tegen Manchester City. In de heenwedstrijd maar één Belg, De Bruyne, want Carrasco nog geschorst. Maar zijn schorsing van 3 wedstrijden die zit er nu op. En hij zal er wellicht bijlopen in het Wanda Metropolitano in Madrid. Over die schorsing en over dat incident tegen Porto op de 6e speeldag van de groepsfase, zei Carrasco het volgende. Match in de Ligue des Champions... Tu sais les enjeux qu'il y a, c'est juste que je voulais l'écarter parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était autour de moi et peut-être comme il était plus petit, ben et lui, il a un nom où il aime bien chercher les gens, il aime bien simuler. Si vous voyez un peu dans le monde du foot, ce joueur-là, il aime bien faire du cinéma et il a réussi quoi, il a réussi son coup. Ja, noemt de man die dat in dat duel terechtkwam met Carrasco eigenlijk een matenaaier. Hij is terug. Kan hij ook een talisman worden voor Simeone? Als hij in Simeone in Tunesië centrale verdediger zit, dan heeft hij er 6 van 8. Die kans is groot, Ludo. Want dit seizoen in de Champions League, 6 keer aan de aftrap. Maar geen statistieken, geen goal, geen assist. En in de competitie 3 goals, 5 assists in 27 wedstrijden. We mogen heel blij zijn dat Manchester City en Kevin De Bruyne in het bijzonder een doelpunt heeft gemaakt. Zodanig dat we toch nog waarschijnlijk in Atletico zullen zien dat misschien na 75 minuten een doelpunt zal willen maken. En dan kan je natuurlijk volgens mij altijd wel op Carrasco rekenen. Dat denk ik wel. Maar ik vind het erg voor spelers als Carrasco om onder Simeone in de Champions League. Jij ook geen fan van Atletico? Nee, ik vind het verschrikkelijk. Wat Wesley daarvan vindt, dat weten we. Ja, wist je dat al, Nico? Heb ik dat eens gezegd? Nee, maar zoals ik zeg, ik ben liefhebber van internationaal voetbal. Dan ga je op een avond goed zitten om naar Manchester City te kijken tegen Atletico Madrid. En dan zie je wat daar gebeurt. En dan word ik ook heel aanbetend, moet ik zeggen. We gaan eens luisteren naar wat Kevin De Bruyne vorige week na afloop van die wedstrijd zei over de tegenstander en over de aanpak van Simeone. It's very hard. They played almost five in the back and 5 in midfield. So yeah, it's very hard to find the spaces. I would recommend to everybody who says something to us on this game to try on a training pitch. But I think the way we played was good because we didn't give anything away. So you need to be calm, patient, try to find the spaces. You're gonna lose balls because it's so compact. But like I said, we had a couple of chances in the second half and we managed to get one. 1-0 is 1-0. Obviously, there's no away goals, but yeah, I expect a little bit similar over there. Maybe if the game is tight, they will have to attack a little bit more. But, you know, we played well and that's the only thing we could do today. Ja, hij geeft toe dat het eigenlijk frustrerend is, ook als voetballer, om tegen zo'n verdediging te spelen. Dan is 1 goal wel heel erg belangrijk. En hij verwacht meer van hetzelfde in de terugwedstrijd. Dus dat voorspelt niet heel veel goeds. Maar ja, in het geval van Man City, ja, ze hebben het elke week, maken ze het mee. Hè? Hele compacte, gesloten verdediging. Maar niet op die manier, Nico. Want dit was Atletico is... In het extreme. Ja, ik moet eerlijk toe, je bent soms... Zie ik Atletico graag spelen, maar dat is vanuit het opzicht, vanuit defensieve. Hoe denk je als trainer dingen te kunnen oplossen verdedigend? Oké, maar als je een 1-0 achterstand moet ophalen, dat, ga je het dan echt op dezelfde manier? Ja, ik kan je nu al zeggen, Nico, die gaat niet veel veranderen in het begin. Die gaat niet van in het begin, ja, die gaat misschien eens 5 minuten proberen hoog druk te zetten, want dat doen ze soms met ploegen. Maar na verloop van tijd gaat dat weer verdedigen zijn. En als je vorige week zag hoe dat Griezmann en João Félix als twee links- en rechtsmidden erbij stonden, ja, dat is maar je erg. Moet een goal maken. Nee. Dus als die jongens van zo ver moeten komen, dan wordt het bijna onmogelijk. De filosofie van Simeone is, in het 5e kwartier van de wedstrijd moet je het verschil maken. Als je dat ziet... Carrasco heeft dat ook gezegd. De eerste 0 houden, dat is het eerste punt. Dat vindt hij het allerbelangrijkste. Maar hij vindt ook het 5e kwartier, je moet maar eens opletten, hij doet altijd heel veel wissels in het 5e kwartier, als hij dat nodig vindt. Mm-hmm. Dat vindt hij dus de eerste 4 kwartier, hoef je niet naar de wedstrijd te kijken, denk ik, tenzij dat je nog eens De Bruyne wilt zien schitteren. Maar voor de rest moet je niet kijken, vanaf het 5e kwartier, denk ik. Dus vanaf 60 minuten. Vanaf de 60ste minuut. Ja, maar dan staan ze al 0-3 achter of zo. Ja, laten we hopen. Oké, dus jullie hopen... Ja, dat was heel erg duidelijk dat Man City doorgaat, want Man City moet voor jullie de Champions League winnen. Goed, nog één wedstrijd waar we het niet over hebben gehad, dat heeft zo'n redenen. Maar toch laten we die even de revue laten passeren, want we gaan pronosticeren.
Ex-Prono. Ja, u kan dat zelf thuis ook nog altijd doen natuurlijk. Pixe Prono met mooie prijzen, tickets voor de finale enzovoort als beloning. Laten we het hebben over Liverpool-Benfica. Het was 1-3 in Lissabon. We hebben deze als laatste gehouden omdat we niet verwachten dat Liverpool nog in de problemen komt. Zeker niet. Nee. Wat verwachten jullie, ondanks het feit, dat vond ik toch opvallend, dat Benfica er een half uur na de rust in slaagde om Liverpool wel te doen twijfelen? Ja, dat was die goal, hè, die fout achteraan van Konaté, ja, als ik me niet vergis, klopt. Dat het over een bal trapt, want anders had dat nooit gebeurd. Maar wat een doelpunt kan doen met het vertrouwen van een ploeg. Hè. Maar ik heb Liverpool gezien, de eerste helft in de Champions League, een totaal voetbal. Kansen creëren vanuit alle mogelijke facetten van het voetbal in de omschakeling, uit standaard situatie, uit de kleine ruimte, echt alle aanvallen waren fantastisch om te analyseren van waar dat het allemaal begint. Mm-hmm. En er is zoveel kwaliteit aan de bal en zoveel snelheid, denk ik dat Liverpool niet meer in de problemen Goed, ze hebben natuurlijk die halve finale in de FA Cup tegen Manchester City. Zou je kunnen zeggen, oké, die terugwedstrijd, we hebben een buffer van 2 doelpunten, het is niet zo belangrijk. Nee, ik denk dat dat in het achterhoofd gaat spelen, zo het laatste half uur vanaf het befaamde vijfde kwartier. Dan denk ik dat wel, maar ik denk wel dat zij in het begin toch nog eens full gas zullen gaan aangeven van Jurgen Klopp. Om helemaal gerust te zijn. Om helemaal gerust te zijn, maar het zou kunnen dat een Inter Milan scenario wordt ook natuurlijk. Wel, dat wou ik net zeggen. Ik denk dat Klopp ze toch gaat waarschuwen dat dat niet meer gebeurt, want die wedstrijd was Liverpool wel minder. 0-1 maar, thuis hè, tegen 0-1, ja. Maar uiteindelijk denk ik dat Benfica, ik heb ze toch al een paar keer live zien spelen. Ze hebben kwaliteit, maar dat ze echt zoveel kwaliteit om Liverpool moeilijk te maken, dat denk ik. En Liverpool heeft ook die individuele kwaliteit. Dus zoals gisteren lagen ze eigenlijk ook wel onder bij Manchester City, maar dan komt er op een bepaald moment dat Mané kans krijgt, dat is binnen. Dus ja, uiteindelijk zullen ze het wel halen. De 1-1-3 is de andere niet in dit geval, denk ik. Oké, wat wordt het dan op Anfield? Ludo? 1-0 of zo, denk ik. Ik hoop veel goals, want ik ga er naartoe, Nico. Oké. Wat doe je nog, Paul, van Liverpool? Studio, mooi. Avondje studio? Ja. Oké, goed. Welke wedstrijd ga jij zeker bekijken van die? Ja, ik ga ze allemaal bekijken. Hè. Okay. Ik volg Proximus, dat vind ik altijd heerlijk om te kijken. Het beste voetbal moet de Champions League zijn, dat zeggen we al jaren. Dat is echt het mooiste voetbal. Ja, maar ook die wisseling dan. We gaan eens naar die wedstrijd. Ik vind dat wel fantastisch. Dan heb je alles gezien. Ja, ik probeer in de groepsfase. Ik zeg, dan durf ik al wel eens een avond overslaan. Dat durf ik wel zeggen. Maar voor de rest probeer ik dat wel heel intensief te volgen. Oké, goed. Ik ga jullie bedanken voor de komst hier naar de studio. Voor jullie toelichtingen. De Multilive, morgen en overmorgen. Of elke wedstrijd ook integraal. Je kunt het allemaal bekijken bij Pix Plus Sports. Bedankt voor het kijken of luisteren nu. En graag tot dinsdag en woensdag in de studio van Proximus. Dag.